Hallo allemaal, goed dat jullie kijken, want vandaag brengt staatssecretaris Paul Blokhuis een werkbezoek aan Julius. Julius is een van onze alliantiepartners uit het netwerk Zinnige Zorg. Vier van onze alliantiepartners zijn GGZ-instellingen. En zij hebben samen de verantwoordelijkheid genomen om hard te werken aan het reduceren van de wachttijden in de GGZ. Dit hebben ze met heel veel succes gedaan, want 23 praktijkvoorbeelden zijn vandaag geclusterd in een boekje en worden overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden en ik hoop jullie ook, dus kijk snel mee. We zien dat de wachttijden in de GGZ een landelijk probleem zijn. Daar zijn we ook vanuit verschillende kanten mee bezig. En wat we zien dat in ons netwerk Zinnige Zorg, dat veel initiatieven die we daar ophalen vanuit de behandelaren, dat die niet alleen een effect hebben op kwaliteit van zorg en op kosten, maar dat die ook een positief effect hebben op de wachttijden. Daar hebben we onlangs vanuit het netwerk een hele inspirerende middag gehad, waarbij we met elkaar hebben gezegd, laten we nou die praktische voorbeelden die echt een effect hebben op de wachttijden met elkaar delen. En er kwamen zoveel mooie voorbeelden uit dat we ook aan het eind van die middag tegen elkaar zeiden, het is zonde om die voor onszelf te houden. Dus laten we die nou eens bundelen in een mooi boekje, zodat we die niet alleen binnen ons netwerk van Zinnige Zorg verspreiden, maar dat we die landelijk ook kunnen gaan opschalen via onze inkopers, zodat we niet alleen binnen het netwerk met die ideeën gaan werken, maar dat we landelijk daar profijt van hebben. En op die manier hopen we ook vanuit het netwerk Zinnige Zorg een klein beetje een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Vandaag hebben wij als Julius gesproken met Paul Blokhuis, staatssecretaris, de wethouder van de gemeente Dordrecht, Peter Heikoop, en VGZ, onze zorgverzekeraar. En daar hebben wij het gesprek gehad over hoe kunnen wij wachtlijsten verder reduceren. En daarbij heeft Julius een initiatief genomen samen met de gemeente om het verschil te maken door werk aan te bieden voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Door dat te kunnen doen, hebben onze cliënten een baan, minder behandeltijd nodig en hebben we onze capaciteit weer in kunnen zetten voor nieuwe cliënten. En dat is een heel mooi initiatief wat we succesvol met elkaar hebben kunnen bereiken. Ik ben ontzettend trots op dat Paul Blokhuis hier naartoe is gekomen om daarna te luisteren en om ook te kijken of we de systemen zo op elkaar kunnen laten aansluiten dat dit overal kan en dat dit gewoon wordt. En we weten natuurlijk dat dit een thema is wat urgent is, wat ook voor de staatssecretaris urgent is. Maar het feit dat hij tijd vrij maakt om specifiek langs te komen, om zich echt te verdiepen in die initiatieven die echt een positief effect hebben op die wachttijden. Ja, dat geeft mij wel de bevestiging dat we de juiste dingen aan het doen zijn en dat geeft mij ook wel een gevoel van trots. Conclusie van vandaag, ik denk dat de staatssecretaris echt onder de indruk was. Niet alleen van de 23 opgeleverde initiatieven, maar vooral van de samenwerking. En ik denk ook dat dat de kracht is van het netwerk Zinnige Zorg. Echt samenwerken, waardoor je samen deze mooie resultaten neerzet.